Het Egon Toekomstjournaal deze week natuurlijk weer met twee wedstrijden van afgelopen zaterdag die gespeeld werden op de toekomst. De eerste is die van de Ajax B2 tegen Volendam B1. Afgelopen zaterdag werd die gespeeld om 12:30. En hier de eerste kans van de wedstrijd, de kopbal onderkant lat van Damiel Dankerlui. Knappe kopbal, maar geen goal. En die goal die komt er wel, maar dan wel voor Volendam. Hier gaat namelijk Gendrich Prior. En die Prior die zorgt ervoor dat Volendam op een 1-0 voorsprong komt. Keeper Moersi Doucan is gepasseerd. Maar de ploeg van Yannis Anasiziou knokt terug. En dat doen ze meteen vanaf de aftrap. Nog geen 20 seconden na de 1-0 van Volendam is hier de gelijkmaker in de maak. Dankerlui met de individuele actie. En Dankerlui met een goed schot in de verre hoek voorbij Dave Hiddes van Volendam. Wat een veerkracht van de B2. Zo zet je een foutje recht. Volgende aanval dan. Weer van Volendam. Weer van Gendrich Prior. En Prior vanuit dezelfde hoek schiet hem nu op de paal. Daar komt de B2 goed weg. De tweede helft. Bal veroverd hier door Sam Witteveen. En hier gaat Adham El Idrissi. En Idrissi die scoort. Die maakt er 2-1 van. En dat is leuk voor hem, want El Idrissi is eigenlijk speler van de C1 van Ajax. 14 jaar is die pas. Maar hij scoort en maakt de belangrijke 2-1. Weer Prior, weer een goede actie. Prior binnendoor, bij twee man. De bal wordt hier slecht weggewerkt. En dan hier het doelpunt van Volendam. Het doelpunt van Jesse Braspenning om precies te zijn. 2-2 dus, laat in de wedstrijd. Maar de B2 creëert nog kansen. Hier de voorzet die terechtkomt uiteindelijk bij Ellen Kustovic. Maar Kustovic schiet op de handen van Dave Hiddes. Ook Volendam heeft nog een kans. Weer Prior, de plaag voor de verdediging. En hier de goede redding van Moersi Doucan op de inzet van Leroy de Graaf. En zo eindigt deze wedstrijd in 2-2. En ook afgelopen zaterdag om 14:30 gespeeld de A1 van Ajax thuis tegen Sparta A1. En die wedstrijd is nog geen minuut aan de gang als hier de paas van achteruit komt van Mike Bussen. De prachtige diepe bal op de razendsnelle Leslie de Sa en die zorgt voor 1-0. Keurig afgemaakt van Leslie de Sa. Afgelopen vrijdag tekende hij een contract bij Ajax. En op zaterdag gaat hij de uitblinker worden tegen Sparta A1. De prachtige paas en let vooral op linksboven in beeld op de klok. Zodra de bal in doel valt springt de klok precies op 1 minuut. Maar Sparta A1 is een geduchte tegenstander. En A1 incasseert een tegendoelpunt. Doelpuntenmaker is Van Hofwegen. En een slecht verdediger achterin bij de A1. Overname daar van Rosheuvel op de Sa. En Klaassen. Klaassen met de voorzet op Rowendi Schoop. Maar Schoop kopt van dichtbij over het doel. Victor Fischer, een van de uitblinkers afgelopen zaterdag. Fischer. Knap naar binnen gekomen. Fischer met het schot. Maar de redding van keeper Valk. Goeie actie van de Deense linksbuiten. Mike Bussen weer. Weer met de lange bal op Fischer. Goeie aanname daar. Bijzonder knappe aanname zelfs. De actie trekt hem voor. En daar is het Rowendi Schoop die er 2-1 van maakt. Knappe goal met name de actie van Victor Fischer dan. Mitchell Dijks. Ook hij speelde een sterke wedstrijd. Komt hier goed mee op. Dijks met de voorzet. Pan klaar op het hoofd van de kleine Leslie de Sa. Zijn tweede doelpunt van de wedstrijd. En de wedstrijd is ook direct gespeeld. 3-1 voor de A1. En een mooi dansje van Leslie de Sa. Sparta. Leidt balverlies. Lange bal van achteruit en daar staat Leslie de Sa weer scherp. In duel met zijn tegenstander Breedijk. Maar hij verliest het van de keeper Valk.
Maar wat was hij gevaarlijk afgelopen zaterdag, Leslie de Sa. En hier het hoogtepunt van de wedstrijd. Misschien wel het prachtige paasje van Victor Fischer. Weer op Leslie de Sa. En de Sa die schat dat paasje op waarde en rolt keurig netjes af. Zijn derde doelpunt. Maar wat een paas van Victor Fischer. Met de binnenkant precies op maat. Precies op Leslie de Sa. En die passeert keeper Valk voor de 4-1 van de A1 van Ajax. Aankomende zaterdag speelt de A1 de belangrijke topper thuis tegen AZ-A1. Als Sparta hier nog een vrije trap neemt, maar die belandt bovenop de lat. Boven keeper Mickey van der Hart. En zo eindigt deze wedstrijd in 4-1 voor de A1.